Goedemorgen. Ik ben Didier de Homme van de firma FDS. Goedemorgen. Ik ben Karen van de firma Mavol uit Oostkamp. Ik had graag een keer geweten hoe dat het was. Jullie zijn met in zee gegaan met bouwradar. En welke mogelijkheden biedt dit aan het bedrijf? We waren vooral geïnteresseerd in het verbeteren van de administratieve processen. Doordat we in onze groei zijn en snel aan het groeien zijn, merken we dat het op veel vlakken efficiënter kan en efficiënter moet. Via Bouwradar zijn we meer in contact gekomen met digitale mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld apps die je kan gebruiken voor het registreren van je werkverkeer, voor de uurregistratie. En die ook dan kon gekoppeld worden aan de uurregistratie naar bijvoorbeeld het sociaal secretariaat. Dus we zijn daar nu voor aan het kijken om dat te installeren. En die koppeling kan eigenlijk dan nog verder uitgebreid worden, zodanig dat alles kan gebruikt worden van op de werf zelf. En dat alles op de iPad staat en digitaal kan geraadpleegd worden door de werfleider of door de ploegbazen op de werf. Als ik het goed begrijp, naar de toekomst toe moet het een absolute meerwaarde zijn voor het bedrijf zelf. Ja. De digitalisering moet zeker winstgevend zijn in tijd, ja. Door het vermijden van dubbele input. Het moet zeker ook rendabel zijn, omdat er minder fouten gaan gemaakt worden. Ook de efficiëntie, dat er op de werf zelf onmiddellijk dingen kunnen doorgegeven en geraadpleegd worden. Dus zeker, het moet zeker een tijdswinst zijn en een verbetering voor het bedrijf. U zou het ons aanraden? Ik zou het zeker aanraden. Dank u wel.